Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Banjopia, met vandaag. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik er zo eigenlijk vandoor moet. Ik zei in aflevering 1 dat ik aan één stuk door ging spelen totdat ik dood ben. Ik zit echt even helemaal van, wow, alweer een cave. Wij hebben Stefano in een winkelkarretje gezet en we gingen hem rondrijden en zo dus. En uiteindelijk had ik 4 flesjes gevonden, oh nee, 5 flesjes. Had ik die 5 flesjes in zeg maar een driehoekvormpje neergezet en dan konden we gaan bowlen. Dit is Banjopia, ik verwilde mij kapot. Banjopia. En we zitten nog steeds gewoon op full health. We hebben één gevecht gehad. Level 7 met experience. Nou, dit is super. Dit is een hele hardcore survival serie. Dat gaat ergens over, jongens. Wie weet wordt dit nu echt een mega succes. Binnenkort in de bioscoop. Bardo speelt Minecraft. Ik zou het nooit willen. Dat zou me echt verschrikkelijk lijken hoor. Weet je wat het ook is? Ik vind Minecraft wel een leuk spel. Alleen ja, zoals ik net ook al zei. Het imago is gewoon helemaal kut. En het laatste wat ik zou willen is bekend staan als de dude van Minecraft. Het lijkt me gewoon een ramp. Daar komt het op neer. En soms trouwens, als de camera uitvalt zoals het net even deed. Dan moet je nagaan, dan moet die even opnieuw aangezet worden. Simpelweg omdat de videokwaliteit van mijn facecam is zo belachelijk hoog. Dat hij eigenlijk om de x-aantal minuten even opnieuw op moet gaan starten. Ja, dat is het eerlijke oprechte verhaal. Wat een verhaal ook. Ik zit even te kijken van ja, ik heb in principe deze hele fucking god leeg gehaald, hè. Deze hele god is nu al leeg gewoon. Wauw. Wauw. Nou, deze god is leeg. Ja. Hoppakee, hallo. Oh, hier zit een zakje. Ja, hallo daar, kobbel. Hallo. Denk je dat je hier weg mee kan komen, kobbelzoon? Dacht het niet. Oké, ja. Ja, dus deze hebben we helemaal leeg. Ah, kom op. Wow. Waar is die zombie? Waar is de zombie? Ik hoor hem. Ik weet dat je er bent. Show yourself! Ik weet dat je hier rechts bent. Ik weet alleen niet waar. Hij hoort me nu dan toch, dan komt hij op me af. Ja. Waar? Toch niet hier. Ik zie hem echt niet. Ik zou... Holy shit. Ik snap het niet. Ja, hij moet hier zitten. Moet wel. Ik denk dat hij hier ergens zit gewoon. Nee, hij zit hier niet. Huh? Wat is dit nou? Je zou echt zeggen dan zo'n zombie, die zou je dan direct moeten kunnen zien hier. Ik zit echt even helemaal zo van ja en nee tegelijkertijd. Oh, verschrikkelijk.
verschrikken. Leuk! Oké, ik moet heel eerlijk zijn dat ik er zo eigenlijk vandoor moet. Ik zei in aflevering 1 dat ik aan één stuk door ging spelen totdat ik dood ben. Ik zie nu dat ik dus eigenlijk 19 plus 3 of plus 4 is 23 plus 8 is 31. 31 iron heb. Volgens mij kan ik daarmee zo'n beetje een full iron voor mezelf maken. ik heb dat nooit gedacht. Ik ben nog nooit zo ver gekomen in Minecraft überhaupt. Dat ik een full iron voor mezelf ga maken. Dus ik ben heel veel helemaal flabbergasted. Ja. Laat ik ondertussen hier verder gaan met het volgende. Oh. Is dit een nieuwe? Wat? Dit ga je toch niet menen, hè? Hebben we gewoon weer een nieuwe god ontdekt? Nee. Ja. Dan zit hier waarschijnlijk ook die zombie. Wow, mensen. Ik zit echt even helemaal van wow. Alweer een cave. Ik was echt net aan het vertellen over hoe ik ging afronden. Nou, dikke lul. Als ik dit kan doen. Oké. En dan klik, klik. Klik, klik. Ja, perfect. Nou. Oké. Oh! Oké, dit slaat even helemaal nergens op. Is dat het geluid dat het een dag is geworden boven? Ik hoop het zo, want dan kom ik direct naar boven. Nou, niet direct. Ik ga eerst even dat kool meenemen. Het is echt even een aanbikkelen, de eerste aflevering altijd van elke survival serie. Ook die van mij. En dat vraagt altijd om een paar leuke verhalen, wat ik allemaal heb gedaan. En ik kan je vertellen, wat ik van de week heb meegemaakt was wel echt hilarisch. Ik heb namelijk met Stefano en Dennis, ik denk dat iedereen wel weet dat twee hele goede vrienden van mij zijn. Met hun was ik lekker in Deventer aan het rondbanjeren, bonjouren, hoe je het ook maar noemt. En... En wat wij vonden was een winkelwagentje. En in dat winkelwagentje hebben wij... Oh, dat is goud. Oké. In dat winkelwagentje hebben wij toen Stefano gezet. En hebben we Stefano sowieso de hele stad mee doorgetrokken. Dat is heel leuk. Dan kom je allemaal mensen tegen en iedereen die gaat je helpen. Kijk nou, iemand die ligt in een winkelwagentje voor pampus. Gingen we nog een keer een park in. Hebben we van alle heuvels afgeduwd. Gek genoeg heeft hij net niet zijn nek gebroken. Dat zou je wel zeggen. Want serieus, als je ziet hoe hard dat gaat. Dat is echt gewoon een heuvel van 20 naar 30 meter. En die gast die ging met een noodvaart naar beneden. En die arme Dennis die zat in zijn rolstoel. Dennis is de gehandicapte van onze groep. Stefano is een buitenlander, de allochtoon. En ik ben zeg maar de blanke Nederlander, de dikkerd. Dat ben ik. Zo zijn de rollen verdeeld bij ons. En het mooie was gewoon, Stefano die ging met een noodvaart naar beneden. En die arme Dennis die stond er in zijn rolstoel naast. Die was alles aan het filmen. En Stefano die kwam eraan. En in godsnaam, het scheelde echt een halve meter voordat Stefano's winkelkarretje vol op de rolstoel van Dennis was geflikkerd. Dus ja, dat was een innoverende tijd. We hebben ook nog variaties gedaan. Zeg maar niet alleen als een Mogol in het winkelkarretje liggen, maar we hebben ook... Misschien kan ik hier wel iets vinden. Ik heb het gevoel dat hieronder iets zit. Heb ik een schep bij me? Nee. Zwaard! Haha, kiek hem, kiek hem. Oké. Hieronder zit niks. Maar, ja, dus nee. Wat er eigenlijk, waar het eigenlijk allemaal op neer gaat komen nu. Dat is dat we daarna nog hebben gekeken voor leuke en vernieuwende methodes om een winkelkarretje perspectief te geven in het leven. Dat klinkt heel moeilijk, is het ook. Komt erop neer. Wij hebben Stefano in een winkelkarretje gezet en we gingen hem ronddraaien en zo dus. En uiteindelijk had ik 4 flesjes gevonden. Oh nee, 5 flesjes. Had ik die 5 flesjes in zeg maar een driehoekvormpje neergezet. En dan konden we gaan bowlen. Ik krijg helemaal geen goud hiervoor. Krijg ik echt geen goud?
Nee, ik krijg geen goud. Godverdomme, ik krijg geen goud. Fijn, hebben we dat ook weer verneukt. Nou, dan hebben we deze cave alweer gehad, geloof ik. Ja, daar ligt wat kobbel. En daar is wat kobbel. Oh, oké, dit ging heel fout. Maar, nee, wat we dus hadden gedaan was... Stefano, die heb ik in het winkelkarretje gelegd. En het leek mij gewoon heel grappig om, ja, flessen neer te zetten. Stefano, half bezopen als dat hij was, in het winkelkarretje te leggen. En vervolgens gewoon keihard een duur te geven. In de hoop dat hij niet zijn nek breekt en zoveel mogelijk colaflessen raakt. Het zal je verbazen, maar na 4 worpen had ik toch al 3 strikes. Nou, dat was toch best netjes. Mocht je je afvragen, Bardo, hoe heeft dat eruit gezien? Volgens mij staat de video op mijn Instagram, heb ik hem daar geplaatst. Ik zal kijken of ik hem anders ook even door kan linken naar de Facebook-page van Banjo Movies. Dat is facebook.com/banjomovies, heel makkelijk. En ja, op facebook.com/banjomovies plaats ik trouwens ook heel veel exclusieve dingen. Zo ga ik binnenkort een artikel plaatsen wat een student met mij heeft afgenomen, een interview. En ik moet zeggen, het was een heel leuk meisje, heel aardig. En ze heeft een heel leuk artikel geschreven. Dus al die shit kan je gewoon zien op facebook.com/banjomovies. Je bent slechts 1 like verwijderd voor de totale updates met alles wat je maar leuk gaat vinden van YouTube. Dus ja, waar wacht je op? Ik zou zeggen, check de page en like de shit. Banjo!